Van waar dit initiatief? Nou, wij doen het al een paar jaar. Dus niet de eerste keer dat wij het doen. We hebben heel veel huurders met tuinen. En wij willen heel graag dat de huurders gewoon gezamenlijk hun tuin schoon en netjes maken. En we denken, we helpen ze een handje mee. En we geven wat plantjes mee, tuingereedschap. En dan kunnen ze aan de slag. Wat moesten de mensen hiervoor doen dan? Nou, eigenlijk niets. Hun brievenbus in de gaten houden. Want de mensen hebben 2 dagen voor de plantjesdag hebben ze allemaal een bon in de brievenbus gehad. Zeg maar, de huisbaas, Woonstad. Heeft bij alle mensen een bom gegooid door de brievenbus. En met die bom kan je dus hier op het plein een plantje halen. Ja, veel water inkomen. Met dit weer hebben ze echt veel dorst. Hoe zijn de reacties van de bewoners? Ze zijn het al gewend eigenlijk van ons, want we doen het natuurlijk al een paar jaar. Maar heel druk bezocht en ook best wel positief, ja. De bloemen en de planten die we hier krijgen op die bommen, die gebruiken we dan om de flat een beetje te versieren. Dus plantjesdag, een goed initiatief. Ja, ik vind dat een goed initiatief en het komt ook net op tijd. We hebben het eigenlijk een beetje georganiseerd Woonstad dan en de deelgemeente Charles 55. Organisaties als Spit 010 hebben meegeholpen en heel veel andere organisaties hebben zich aangesloten en staan met hun eigen stand. Dus we doen het eigenlijk gezamenlijk. Kijk eens aan, jonge dames. Alsjeblieft. Veel plezier, hè. Doeg!